In het weekend van 13 en 14 juni was er weer genoeg te beleven in Tiel. Zand, muziek en een barbecue zorgden voor een prima sfeer op het Korenbeursplein op zaterdag. En in de wijk Passewaaij kon je je ogen uitkijken naar een aantal oldtimers en op Sportpark de Lok was er een Turkse braderie. Deze braderie, georganiseerd door de Turkse moskee, stond in het teken van Turkse hapjes en de verkoop van Turkse producten. Op de evenementen kwamen enkele honderden mensen af.